Goedendag. De nieuwe week is weer van start gegaan en deze week alles behalve nazomerweer. Daar waar we vorige week nog regelmatig temperaturen boven de 25 graden konden noteren, tikken we mogelijk op woensdag maar met moeite de 15 graden aan. Het levert overigens wel mooie plaatjes op hoor. Die mix van wolken, zon en enkele stevige bui die met een noordwestelijke stroming worden aangevoerd. Nou, echt dus wel wat meer herfstachtig weer. Ook de bladeren beginnen al langzaamaan te verkleuren. Deze weken dus ook flink wat buien die gaan overtrekken. En met name dus die temperatuur die komt een stuk minder hoog uit. Die 20 graden die gaan we met uitzondering van vandaag niet meer zien. Eerst even het grootschalige weerplaatje van het Duitse Icon Weermodel. Daar zien we goed ook die noordwestelijke stroming terug. Dat komt doordat het lage drukgebied naar het oosten is opgeschoven. Met helemaal ten oosten daarvan nog wel die warme lucht. Maar daar hebben wij dus niet meer mee te maken. Die noordwestelijke stroming die houdt nog wel even aan. Kantelt uiteindelijk even weer wat meer richting het westen op de dinsdag met dan ook een flink aantrekkende wind. Het trekt dan een frontaal systeem over, met ook flink wat neerslag in de loop van dinsdag en in de nacht naar woensdag. En dan woensdag overdag talrijke buien, stevige buien. Ook weer met kans op onweer. En met name in de kustregio's kan dat dan ook wel weer flink wat neerslag gaan opleveren. In iets meer detail dan voor ons land. Vanmiddag hebben we nog te maken met enkele losse buien. Die, met name landinwaarts, ook wel gepaard kunnen gaan met wat onweer. Uiteindelijk wordt het in de avond een stuk droger. Ook in de nacht is het overwegend droog. Pas in de loop van de dinsdag dan neemt vanuit het westen de kans op die regen toe. Dat frontaal systeem gaat dan ook echt activeren. Dat kan bui geregen zijn. Als je net onder zo'n straat ligt, kan er dan flink wat neerslag gaan vallen: 10 tot 30 mm, misschien lokaal zelfs nog wat meer. En dan zien we hier de woensdag ook al eventjes terug. Dan meer een open weertype. Een mix van wolken, zon, maar ook dus die stevige buien die met die westelijke stroming worden aangevoerd. En dan komt de temperatuur dus ook wel echt een stuk lager uit. Op woensdag verwacht ik maximaal van maar zo'n 15 of 16 graden. Vanmiddag is het nog wel een stuk zachter, met zo'n 20 of 21 graden. In de loop van de middag dus wel die toenemende, toenemende buienkans. Met ook kans op onweer, zeker landinwaarts. En bij dat alles waait er dan een matige westenwind. Vanavond heeft met name het oosten en zuidoosten nog met buien te maken. En ook het zuidwesten. Elders wordt het een stuk droger met meer opklaringen. En daardoor kan het toch wel aardig gaan afkoelen naar zo'n 15 of 16 graden. En uiteindelijk liggen de minima in de nacht zo rond 11 graden in het noordoosten en oosten. 12 of 13 graden in het midden en zuiden. En in het noordwesten, daar een graad of 15. Met die noordwestelijke stroming wordt er natuurlijk nog steeds warme lucht aangevoerd vanaf de Noordzee. Nadat die warme zomer dat zeewater goed heeft opgewarmd. Nou, dat warme zeewater gaat er dus ook voor zorgen dat de komende dagen die buigheid flink kan gaan toenemen. Morgen starten we nog wel overwegend droog, de maxima liggen rond een graad of 18, met dan ook nog wel wat ruimte voor de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking vanuit het noordwesten steeds dikker en uiteindelijk gaat het dan ook in de avond en in de nacht naar woensdag op heel veel plaatsen regenen, stevig doorregenen, grote neerslagsommen van zo'n 10 tot 30 millimeter. En met name de wind die trekt ook flink aan, wordt matig tot vrij krachtig boven land en mogelijk ook nog wel krachtig aan zee. Met windstoten in de kustregio's van zo'n 65 tot 75 km per uur. Dus het kan al echt een beetje onstijfme gaan aanvoelen. Pak ik ook nog even de woensdag erbij. Dat wordt dus ook echt waarschijnlijk wel de koudste dag van de week, met dan slechts maxima van 15 of 16 graden. Het weerbeeld is wel erg mooi. In ieder geval vanuit meteorologisch oogpunt. Mooie wolkenluchten gaan we dan zien. Een mix van wolkenzon en enkele stevige buien die weer gaan overtrekken. Met daarbij ook weer kans op onweer. En als je dan net weer onder zo'n buisstraat ligt, kan het dus dan ook op die woensdag weer flink wat neerslag gaan opleveren. En de wind is ook wel weer echt aanwezig. Matig boven land uit een westelijke richting. Tot mogelijk vrij krachtig aan zee. De dagen daarna zit er nog voorlopig weinig verandering in dat weerpatroon. Ook de donderdag nog die noordwestelijke tot westelijke aanvoer met een graad of 15 en regelmatig buien, net als op de vrijdag. In de loop van vrijdag dan komt er wat meer hoge druk invloed. En daardoor gaan we in het weekend toch een stuk minder buien zien. Waarschijnlijk ook meer ruimte voor de zon. En langzaamaan zet de temperatuur dan weer de stijging in. Maar de 20 graden die gaan we voorlopig nog niet aantikken. Tot de volgende keer.